Goedenavond, kijkers thuis. Welkom bij deze sessie over klimaatbestendige stad. Mijn naam is Berry Gasonius en naast mij zit Rick Heijnen. We werken allebei voor het opgaveteam Groenblauwe Stad. En wij zullen jullie meenemen door het doel klimaatbestendige stad. Dit is... Ja, volgende alsjeblieft. Dit is het programma. We geven een korte toelichting op het doel. We lichten één gebied in het bijzonder er even uit. Dat is de Dordwijkzone. En daarna hebben we ruimte voor vijf van jullie vragen. En dan ligt er nog even toe hoe je de zienswijze kunt indienen. Klimaatbestendige stad is een van de zeven doelen uit de omgevingsvisie. Dus dat gebruiken we als meetlat voor nieuwe plannen. Hoe we dat doen, licht ik toe in kort in vijf minuten. En het bijzondere aan deze doelstelling is eigenlijk dat het ook een landelijke doelstelling is. Zoals wethouder Burggraaf al toelichtte. Het is ook een doelstelling uit een deltaplan ruimtelijke adaptatie. Waarin eigenlijk is vastgelegd dat alle steden in Nederland in 2050 klimaatbestendig moeten zijn. Nou willen we dat in Dordrecht graag al in 2035 zijn. Zodat we kunnen meeliften met de bouwopgave waar de stad voor staat. Dit doel hebben we drie subdoelen op vastgesteld. En misschien goed om te zeggen wat klimaatbestendigheid eigenlijk is. Het gaat dan over voorbereid zijn op extreem weer. Dus daarbij gaat het over waterveiligheid, het gaat over wateroverlast, het gaat over hittestress en het gaat over droogte. Als we kijken naar waterveiligheid of overstromingen, dan wil Dordrecht eigenlijk in 2035 een zelfredzaam eiland zijn. Ik hoorde niks meer. Meen niet. Kunnen jullie ons horen? Shit, even kijken. Ik hoop dat er dan mensen vanuit de dingen snap bij komen. De geluid staat aan. Ja, jullie horen ons, ja? Okay. Ik dacht ook dat jullie ons horen. Oké. Nou, ik ga verder. Excuus. Als het gaat over de waterveiligheid, wil Dordrecht in 2035 een zelfredzaam eiland zijn, zei ik. Daarmee bedoelen we dat, net als andere steden in Nederland, blijft de basis bescherming door dijken. Maar daarnaast willen we ook rekening houden met het scenario dat het toch mis kan gaan. En in dat scenario kan het buitendijkse gebied De Staart een grootschalige schuillocatie zijn voor de rest van de stad. Dus daar zou je bij hoogwater naartoe kunnen evacueren. En we willen De Staart eigenlijk ontwikkelen tot een heel duurzame gebiedsontwikkeling hebben we daarbij voor ogen. Zodat het niet alleen ten tijde van een overstroming, maar eigenlijk ook in de dagelijkse situatie een zelfvoorzienend gebied kan zijn. Dat wat betreft de waterveiligheid. Als het gaat over wateroverlast en hittestress, willen we eigenlijk inzetten op meer vergroening en waterberging. En ook groene en schaduwrijke routes en plekken. En een belangrijk doel daarbij is het versterken van de groenblauwe structuren van de stad. Dus Dordrecht heeft een heel rijke cultuurhistorie. Die zie je terug in het landschap. En die landschappelijke elementen zoals killen, dijklinten, de Dordwijkzone, de Wantijzone, die willen we eigenlijk gaan versterken. En daarvoor stellen we programma's op. En tot slotte vragen we ook van ontwikkelaars, dus als het gaat om de nieuwbouw, om klimaatadaptief te gaan bouwen. En dat doen we niet alleen, maar met andere gemeenten samen in Zuid-Holland. En dan wil ik één gebied in het bijzonder eruit lichten. Dat is de Dordwijkzone. Dus dit is één van de vier structuren die we willen gaan versterken. De Dordwijkzone willen we eigenlijk in gaan richten als een klimaatbuffer. Dus bijvoorbeeld door watergangen in het gebied te gaan verbreden. Ook door bijvoorbeeld een buurtpark te maken voor de vogelbuurt. Dat doen we op een van de sportvelden. En ook bij de andere sportvelden kijken we naar de mogelijkheden om de randen van die sportvelden meer te gaan vergroenen. En daar bijvoorbeeld natuurvriendelijke oevers aan te leggen ook.
Een ander project in deze zone is de waterkraan, wat we samen met het waterschap uitvoeren. En daar kijken we hoe we eigenlijk schoon water vanuit de rivier en het landelijk gebied naar de stad kunnen brengen, zodat daar het water beter gaat circuleren. En door al deze maatregelen uit te voeren en ook op het gebied bijvoorbeeld van het beter toegankelijk maken en doorkruisbaar maken van deze zone, bouwen we met elkaar aan een nieuw stadspark. Dus dit is voor ons een belangrijke maatregel voor de, ja, voor de komende periode om aan te gaan werken. Ja. Dan is er nu gelegenheid voor een vijftal vragen vanuit het publiek. Je kunt de vragen via de chat stellen en dan kan Rick de vragen aan mij stellen. Of we kunnen het geluid aanzetten. Ja. Dus volgens mij kunnen wij jullie nu horen en kun je ook een vraag of in de chat stellen of je mag het gewoon door de microfoon stellen. Ja, ik zal nu alle de mogelijkheid geven dat mensen in ieder geval hun eigen camera of een microfoon gebruiken om een vraag te stellen. Ik zie nog geen vragen in de chat, maar als u een vraag heeft, kunt u dus of in de chat zetten of zelf nu iets vragen. Ja, zegt u het maar. Ik zie dat sommige mensen wel moeite hebben met het. Sommige mensen ons niet hebben kunnen horen. Maar als u een vraag heeft over de Dordrechtzone of over de rest van onze. Over dit doel, dan horen we het graag. Nou ja, in ieder geval ben je misschien interessant om. Probeerde daar iemand? Anders misschien ben je interessant om te vertellen over wanneer ongeveer iets te verwachten is in de Dordrechtzone. Dus deze plannen. Ja, ja, we zijn daar. We gaan eigenlijk nu met de Dordrechtzone beginnen. Met het maken van een visie voor de Dordrechtzone. We hebben al eerder met verschillende partijen uit de stad gewerkt aan een soort wensbeeld of droombeeld voor de Dordrechtzone. En dat willen we nu gaan vertalen naar een concrete visie. Waarin we ook een aantal maatregelen neerleggen. Eigenlijk zien we dat als het wat het geraamte moet zijn van de Dordrechtzone. Dus met fietspaden, wandelpaden, nieuwe watergangen. En dan kijken we ook of we daarvoor financiering kunnen krijgen vanuit de investeringsgelden die de wethouder noemt. Ja, ik zie nu twee vragen. Meneer Wagenmakers heeft een vraag. Meneer? U kunt de vraag in de chat stellen of gewoon nu via uw eigen camera een microfoon spreken. Meneer Wagenmakers? Misschien als u uw vraag in de chat... Sorry? Ja, we horen u. We horen u. Ludmilla van... Sorry meneer, we horen u slecht. Kunt u misschien uw vraag in de chat stellen? Dan weten we zeker dat we u goed begrijpen. Ik zie ondertussen een vraag van Ludmilla van Hoofd van Doorn. Landelijk is het streven om in 2050 klimaatbestendig te zijn. Is 2035 niet heel ambitieus? Ja, dat is ambitieus. Ik denk omdat we ambitieus willen zijn. Zoals ik zei, heeft het een aantal voordelen om, om koploper te zijn. Het voordeel is dat je met andere koplopers kunt samenwerken en dat je vaak ook eerder aanspraak kunt maken op financiering. Zo hebben we bijvoorbeeld rijksfinanciering gekregen voor de uitvoering van de maatregelen in de Dordrechtzone al. Dus daar zijn we eigenlijk al begonnen met uitvoering. We gaan daar nu de waterkraan voor het eerste gedeelte uitvoeren. Dat doen we samen met het waterschap Lumila. We zijn bezig om een buurtpark te realiseren voor de vogelbuurt op een van de velden van Sportpark Reeweg. En we leggen biodiversiteitsmaatregelen aan. En dat kunnen we doen omdat we koploper zijn en daardoor aanspraak hebben kunnen maken op rijkssubsidie. En daarnaast willen we het zo ambitieus zijn omdat we willen meeliften met de bouwopgave van 10.000 nieuwe woningen voor de komende 15 jaar. En die kant willen we niet laten liggen. Ik zie nog een vraag van meneer Wagenmakers. Die vraagt, wordt er rekening gehouden met de KNMI, klimaatscenario's en het hoogwaterbeschermingsprogramma?
Ja, we werken in het Delta-programma Rijnmond Drechtsteden, wat een regionaal programma is. Daarin werken we nadrukkelijk samen met het hoogwaterbeschermingsprogramma. Op dit moment lopen er bij mijn weten geen dijkversterkingen in Dordrecht. Het waterschap heeft net een aantal grote dijkversterkingen uitgevoerd, zowel in het oosten als in het westen van Dordrecht. Voor deze komende versterkingsperiode van het hoogwaterbeschermingsprogramma zijn er geen dijkversterkingen, maar nu vindt een nieuwe toetsronde plaats waarin opnieuw naar de dijken gekeken wordt. En mocht daar de aanleiding toe zijn, dan zal het waterschap de dijken weer versterken bij dat programma. En de andere vraag was? Of wij rekenen met de KNMI klimaatscenario's? Ja, we houden ook rekening met de klimaatscenario's. Eigenlijk is het zo dat gemeenten zelf kunnen bepalen hoe hoog ze de lat leggen, dus wat het ambitieniveau is voor klimaatadaptatie. En daarin nemen we de klimaatscenario's mee. Maar vaak is het zo dat gemeenten naar wat extremere scenario's kijken, dus extreme neerslaggebeurtenissen, en proberen daarvoor de stad klimaatbestendig te maken. Bijvoorbeeld bij nieuwbouw, bij Amstelwijk, denken we aan een bui van 44 mm regenval, waarop we die hele nieuwbouw bestendig willen inrichten. Ja, 44 mm die geborgen kan worden binnen het wijkgebied en 90 mm die geen schade mag veroorzaken. En dat is een bui die een zeer kleine kans van voorkomen heeft. Dus dan is het een zeer klimaatbestendige wijk. Ja. Ja. Als er verdere vragen zijn, dan horen we nog graag in de chat of via de microfoon. Misschien ook interessant, hè? We hebben het nu ook wel deels over de Dordrechtzone, maar wat doen we ook in de rest van de stad eigenlijk? In vier doelgebieden. Ja, klopt. Dus de andere drie doelgebieden, eigenlijk is een belangrijke is de Wantijzone. Dus dat is het rivier het Wantij en haar oevers. Daar hebben we de ambitie om die rivier meer als getijdenpark in te richten. Dus dat betekent eigenlijk dat we zowel de natuurlijke kwaliteiten en de ecologie van dat gebied willen gaan versterken. Maar tegelijkertijd ook ruimte bieden voor de bewoners van de stad bijvoorbeeld, om die natuur en de rivier meer te gaan beleven. Dus we willen als het ware de groene oevers ook de wijk intrekken. En ook kijken waar we mogelijkheden kunnen bieden voor recreatie. Dus sommige delen zijn meer intensieve recreatie en andere meer extensief. Daarnaast kijken we naar de dijklinten. Dus die lopen eigenlijk overal over het eiland. Vanuit de Sint-Elisabethvloed is het eiland geleidelijk teruggewonnen en zijn die dijken nog overal in het landschap herkenbaar. Ook daar kijken we hoe we juist die karakteristieke elementen van die dijklinten kunnen gaan versterken. En hoe we dat kunnen gaan benutten, bijvoorbeeld bij nieuwbouw ook. Amstelwijk is daar een mooi voorbeeld van, waarin we kijken naar de killen. Hoe we juist die killenstructuur, dus dat zijn eigenlijk kreken die door het gebied Amstelwijk lopen, hoe we die veel meer kunnen gaan benutten, ook voor de beleving van dat gebied, maar ook om de natuur te versterken. We hebben nog 2 minuten, dus als u nog een laatste vraag heeft, dan hoor ik het graag in de chat. Maar het klopt dus nou ook dat we binnenkort nog een sessie organiseren over de Dordrechtzone in deze maand. Daar komen nog thema-sessies over, dus daar zult u waarschijnlijk nog wat over lezen in het gemeentenieuws als deze gepland worden. Dat dit zo'n grote transitie is, daar gaan we nog verder graag met u over in gesprek. Misschien de volgende. Ja, dus we hebben net dit gedaan, de volgende. Dan wil ik graag nog meegeven dat, wat ook net de wethouder heeft gezegd, als u een zienswijze wilt indienen, dan kunt u dat schriftelijk indienen per post of via de e-mail. En het hele document kunt u terugvinden op www.omgevingswetdordrecht.nl. Kunt u deel gaan nemen aan een van de andere sessies. Dus daarvoor kunt u naar een van de andere sessies gaan. Ik weet eigenlijk niet hoe ze dat moeten doen. Via de e-mail die u heeft gehad, daar staan de verschillende e-mail of links in waar u naar de andere deelsessies kunt gaan, hè, zoals u bij deze sessie bent gekomen. Dan na nog een sessie van een kwartier is er weer een plenaire sessie om 8:30.
Ja. Dank u wel in ieder geval voor uw aanwezigheid en uw vragen. Ja, zeg maar een minuutje. Dames en heren, voor degenen die net binnen zijn gekomen, welkom bij sessie 5, Klimaatverandering en Stad. We gaan even een minuutje wachten om iedereen een kans te geven om uit de sessie te gaan en weer in de sessie te komen. En dan starten we zo. Welkom allemaal bij deze tweede ronde. U bevindt zich nu bij doel 5 over de klimaatbestendige stad. Mijn naam is Berry Gesonius en ik ben hier samen met mijn collega en chathost Rick Heijnen. Ja, wij zullen u meenemen door dit doel heen en dat doen we in een kwartier. Kan je het volgende? Daarbij gaan we eerst kort in op het doel zelf. Dus wat doen wij om een klimaatbestendige stad te worden? Daarna wil ik graag één gebied in het bijzonder eruit lichten, wat voor ons een heel bijzonder gebied is. Dus dat is de Dordwijkzone. Daarna hebben we nog tijd om 5 van uw vragen te beantwoorden. Dus denk daar vast over na wat voor vragen u kunt hebben. U kunt uw vragen tijdens mijn presentatie al in de chat zetten. U kunt ze ook na de presentatie mondeling stellen. En dan wil ik u kort nog wijzen hoe u een zienswijze kunt indienen. Ja, klimaatbestendige stad is doel 5 uit de omgevingsvisie. Er zijn in totaal 7 doelen. En die doelen willen we gebruiken als meetlat voor de nieuwe plannen. Onze eigen plannen, maar ook plannen van anderen zoals ontwikkelaars. Die testen we aan dit doel. Het bijzondere aan dit doel, zoals de wethouder ook al zei, is dat het een doel is dat een landelijk doel is uit het Deltaplan ruimtelijke adaptatie. En in dat deltaplan is eigenlijk vastgelegd dat alle steden in Nederland klimaatbestendig en waterrobuust moeten zijn in het jaar 2050. Ja, dat willen wij in Dordrecht ook, maar eigenlijk willen we dit al eerder zijn, in 2035. En dat doen we omdat dit het voordeel biedt om mee te liften met de grote bouwopgave waar we nu voor staan. Dus 10.000 nieuwe woningen op het eiland. En die kans willen we aangrijpen om het eiland ook klimaatbestendig te maken. Dus de nieuwbouw juist niet zien als een bedreiging, maar meer als een kans. Als het gaat over klimaatbestendig, dan is het goed om even uit te leggen dat we dan eigenlijk over 4 thema's hebben. Dus het gaat daarbij dat we eigenlijk goed voorbereid willen zijn op overstromingen, op wateroverlast, op hitte en ook op droogte. Dus dat is waar we aan werken onder dit thema.
En als het dan gaat over overstromingen, dan willen we eigenlijk in 2035 een zelfredzaam eiland zijn. Dus dat betekent dat naast het op orde hebben van de dijken, dat we ook onszelf willen voorbereiden op een scenario dat het toch mis kan gaan. En dat is het idee van het zelfredzame eiland. Dat we, ja, dat we samen met elkaar onszelf moeten redden bij een overstroming. En dat we daar zo goed mogelijk op voorbereid zijn. En in zo'n scenario kan het buitendijkse gebied, vooral de staat, zou eigenlijk een grootschalige schuillocatie kunnen zijn voor de rest van de stad. Dus die schuillocatie, daar willen we eigenlijk een zelfvoorzienend gebied van maken. Dat kan doorfunctioneren bij overstromingen. Maar dat doen we niet alleen voor het geval dat een overstroming optreedt. We willen eigenlijk daarmee gewoon een heel duurzame gebiedsontwikkeling bewerkstelligen. En daaraan werken we samen met de Internationale Architectuurbiennale van Rotterdam. Het tweede doel wat we hebben, en dat is vooral gericht op wateroverlast en op hitte. Eentje terug. Dat is vooral gericht op wateroverlast en hitte. Dat is eigenlijk het versterken van de groenblauwe structuren op het eiland. Dus Dordrecht heeft een heel rijke cultuurhistorie die je eigenlijk terugziet in het landschap. Bijvoorbeeld de gevolgen van de Sint-Elisabethvloed in 1421, die we komend jaar herdenken. Je ziet nog allerlei dijklinten bijvoorbeeld terug vanuit de historie toen het eiland geleidelijk is teruggewonnen op het water. En andere voorbeelden daarvan zijn de killen. Dat zijn ook eigenlijk relicten van de Sint-Elisabethvloed. Die je ook nog steeds terugziet in het landschap. En verder de Dordwijkzone en de Wantijzone, wat wij zien als de groene longen van de stad, dat willen we allemaal gaan versterken. En daarvoor gaan we zelf programma's opstellen. Maar we vragen ook aan anderen om hieraan mee te helpen. Bijvoorbeeld aan ontwikkelaars vragen we om klimaatadaptief te gaan bouwen. En dat doen wij niet alleen, maar dat doen we samen met andere gemeenten in Zuid-Holland in het convenant klimaatbestendig bouwen. Dan wil ik graag één gebied in het bijzonder eruit lichten. Dat is één van de vier structuren die we versterken en dat is de Dordwijkzone. Die Dordwijkzone die willen we eigenlijk een nieuwe betekenis gaan geven als een centraal stadspark. Dus het moet de gebieden die daarin liggen willen we beter met elkaar gaan verbinden. We willen het gebied toegankelijker maken. Fietsroutes, wandelpaden en ook bruggen, zodat je beter van de ene plek naar de andere kant kunt komen en daarbij voor samenhang zorgen. Maar ook zorgen dat er bijvoorbeeld verschillende deelgebieden herkenbaar zijn, die elk hun eigen kwaliteit hebben. En dat stadspark moet tegelijkertijd een natuurlijke klimaatbuffer zijn. Dus er komen daarin bijvoorbeeld een buurtpark voor de vogelbuurt, zodat je even de hitte in de buurt kunt ontsnappen. Maar we werken ook aan bredere watergangen om water op te vangen. En diezelfde watergangen gebruiken we als onderdeel van het project Waterkraan. Wat bedoeld is om eigenlijk schoon water uit de rivier en het landelijk gebied naar de stad te brengen. Zodat het water in de stad beter gaat circuleren en we de waterkwaliteit op orde houden. Dan wil ik nu graag de gelegenheid geven voor een aantal vragen van jullie. Ik weet niet of er ook vragen zijn in de chat. Er zijn nog geen vragen in de chat. Excuus, er waren wat technologische problemen dat u de slides niet kon zien. Ja. Maar ik zie net een vraag binnenkomen van Jeroen Put. Kunt u toelichten hoe de bouwopgave concreet gekoppeld wordt aan dit doel klimaatbestendige stad? Betekent dat bijvoorbeeld ook dat de bouwers daarop gestuurd worden? Ja, dankjewel voor je vraag. Dat is een heel nadrukkelijk doel van ons. Dat we inderdaad die bouwopgaves daarop sturen. Als je dat niet doet, dan gaan de bouwers gaan het niet uit zichzelf doen. Ja? Dus die hebben eigenlijk een incentive nodig, aansporing, om dat te gaan doen. En dan kunnen ze het ook heel goed. Maar als wij het niet vragen als gemeente, dan gaan ze het niet aanbieden, omdat ze eigenlijk anders met een te duur plan komen en zichzelf uit de markt prijzen. Dus die bouwers willen ook graag dat wij daarom vragen. En daarom werken we samen met bouwers en met andere gemeenten in het convenant Klimaatadaptief Bouwen van Zuid-Holland. En daarin met elkaar, met de bouwers aan tafel en met andere gemeenten, definiëren we wat vinden we nou goede prestatie-eisen voor klimaatbestendigheid. En die hebben we in Dordrecht al meegegeven in de nieuwbouwwijk Amstelwijk. En ook in de nieuwbouwwijk Vlijweide. En dan zie je dat. Ja, dan zie je wat we al dachten en wisten eigenlijk, is dat die bouwers daar heel goed invulling aan kunnen geven.
En dan krijg je eigenlijk prachtige plannen waarin klimaatadaptief wordt gebouwd met de natuur. Ik zie ook een andere vraag binnenkomen van Johan Borg. Door klimaatveranderingen zijn er meer zware buien. Krijgt Dordrecht bergingsreservoirs? Ja, dankjewel voor je vraag. Ja, we werken. We hebben eigenlijk dit jaar al te maken gehad, hè, met extreme wateroverlast. En we zijn nu ook aan het kijken wat we al op korte termijn kunnen doen om die wateroverlast deels op te lossen. Dat kan vast niet helemaal. En daarbij kijken we bijvoorbeeld naar waterberging. Er ligt veel waterberging in de Dordrechtzone. Dus we kijken of we het water vanuit de binnenstad daar beter heen kunnen transporteren. En we kijken ook of welke mogelijkheden er zijn, bijvoorbeeld bij nieuwe ontwikkelingen, om extra waterberging aan te leggen in het centrumgebied bijvoorbeeld. Maar dat zal niet genoeg zijn. Dus we hebben ook een lange termijn visie nodig. En daarvoor is deze omgevingsvisie bedoeld. We moeten eigenlijk zowel bij nieuwbouwprojecten, bijvoorbeeld in het gebied waar we hier zijn, hè, dus rondom de Spuitboulevard wat op de schop gaat, daarin moeten we gewoon zorgen dat als we het opnieuw gaan inrichten, dat we het veel groener inrichten. En dat is hier bijvoorbeeld een eis die we ook gebruiken, waarin we gewoon zeggen dat we bijvoorbeeld 40% vergroening willen. En nu zijn we aan het kijken of dat een realistische eis is om zelfs in zo'n gebied waar we hier zijn, om die eis te halen. En als we het water langer kunnen vasthouden op de plek waar het valt, dan lossen we daarmee ook de problemen van wateroverlast op plekken die eigenlijk meer benedenstrooms liggen, dus waar het water naartoe stroomt. Dus we hebben beide nodig, korte termijn maatregelen nu en een lange termijn visie in de omgevingsvisie. Als u nog verdere vragen heeft, dan kunt u die in de chat stellen of vragen, dan kan ik uw microfoon aanzetten om ook persoonlijk. We hadden het ook kort over de Dordrechtzone. Misschien is het wel goed om te vertellen van, nou, het is een groot gebied, grote visie. Hoe lang, ja, wanneer gaan mensen het een beetje merken? Is daar een planning voor? Ja, we zijn al bezig in de Dordrechtzone, dus u kunt al merken dat we daar bezig zijn. Een van de voordelen, hè, wat ik heb gezegd volgens mij, dat we koplopers zijn op het gebied van klimaatadaptatie, is dat we ook als koploper als eerste aanspraak kunnen maken op subsidiegelden. En dat we eigenlijk onze plannen al klaar hebben liggen. Dus in de Dordrechtzone hebben we al een rijkssubsidie gekregen om met klimaatadaptatie aan de slag te gaan. Dus wat je daar kunt zien bijvoorbeeld is volgend jaar al een buurtpark dat we aanleggen voor de vogelbuurt. We hebben nu al een kunstgrasveld aangelegd, zodat we een ander veld kunnen vrijmaken voor dat buurtpark. We zijn biodiversiteitsmaatregelen aan het nemen in het middendeel van de Dordrechtzone. En in het noordelijk deel, daar werken we al aan de realisatie van de waterkraan. Ja, dat is nog maar het begin. We gaan eigenlijk nu samen met partijen uit de stad, dus daar nodig ik u van harte voor uit, gaan we een visie opstellen voor die Dordrechtzone. En wij als gemeente zullen dan kijken van wat voor maatregelen we kunnen nemen om dat geraamte eigenlijk van het stadspark neer te leggen. Dus dan denk ik aan infrastructuurroutes, watergangen, natuurlijke randen van de sportvelden. Dat is waar wij aan gaan werken. En wij leggen dat eerst voor aan de gemeenteraad. Maar als we daar financiering voor krijgen vanuit die investeringsgelden die de wethouder noemde, dan willen we daar op korte termijn al mee aan de slag. Maar we nodigen ook van harte initiatiefnemers vanuit de stad uit om zelf met hun initiatieven te komen. En dan willen we die zo goed mogelijk faciliteren. Ik denk dat we stoppen met de vragen. Dus dan wil ik u nog wijzen op www.omgevingswetdordrecht.nl, waar u de omgevingsvisie kunt terugvinden. Mocht u het nu niet eens zijn met delen van de omgevingsvisie, dan kunt u schriftelijk of per post of per e-mail een zienswijze indienen. En dan nemen wij die mee en dan gaan we die beoordelen. Dan wil ik u nu eigenlijk terugverwijzen naar het plenaire deel. En daar zal de sessie nog verder gaan. En wij sluiten hier af. Dank voor je aanwezigheid en tot ziens. Dank u wel. Een prettige avond.